Ja, en vandaag gaan we dus aandacht besteden aan mountainbiken. En we hebben vandaag echt een levende legende. Ik was 18 jaar genoten. Er waren twee Nederlanders. Ja, die vlogen die berg op. Geweldig. En ja, hij staat hier. Steven Rooks, geweldig. Martin, hoe is het? Ja, goed. Goed zo. Ja, hoe is het met jou? Heel goed. Ja, want je ogen zit nu hier in die mountainbike. De jaren waar ik het over had, zeg maar, was 88. 88, ja. Nou goed, ik ben in 82 professional geworden. Tot en met eind 95 waren 88, 89 toch wel een beetje de topjaren waren. In 83 won ik dan Luik Bastenaken Luik als een 22-jarige. Dus dat was natuurlijk al heel snel. Een bijzondere mooie wedstrijd en ook een grote wedstrijd. En daartussendoor natuurlijk wel... goede eendaagse koers gereden, wat kleine etappekoers, maar de Tour van 88 was wel het grootste succes aan, om daar zowel een bolletjestrui te winnen als eerste Nederlander. En dat was ook nog een combinatietrui, toch? Ja, die heb ik ook twee keer verdiend in 88 en 89 en tweede in het eindklassement. Ja, dat is natuurlijk helemaal om van te dromen. Maar nu mountainbiken, wat is nou het grootste verschil tussen wielrennen en mountainbiken? Nou, er zit niet zoveel verschillen. Kijk, wielrennen is natuurlijk, het is een fiets. Je moet erop schakelen. Je hebt alleen de kans dat professionals rijden met twee bladen voor. Dit zijn dan drie bladen. Je hebt uiteindelijk drie bladen voor. Ja. Je hebt noppenbanden, waardoor je door ruf terreinen kan fietsen. Er zit ook meestal een verende voorvork in, waardoor je wat klappen op kan vangen. Ja. Vaak ook wel een achtervering. En rechtsstuur. Dus je schakelt en je houdt zeg maar, je stuur op een andere manier vast. Ja, het is gewoon een bijzondere mooie sport om ook te doen. En het kan eigenlijk op heel veel plaatsen in Nederland. Er zijn ook heel veel toertochten. En waar ook duizenden, maar honderden, maar ook ik rijd zelf de strandrace altijd in Egmond. En er staan 3000 mensen aan de start. Ja, dus gigantisch populair wel hoor. Ja, en de wielrennenfiets is natuurlijk veel lichter, neem ik aan. Of? Ja, die is lichter. Ja, ja. Ja, hier zit natuurlijk, de wielen op zich zijn wat zwaarder. Maar goed, deze weegt ook maar... 10 kilo, maar goed. Dan is dood nog een andere fiets dan deze volgens mij. Ja, dit is carbon, dat is aluminium. Oké. Okay. Dit is natuurlijk ook de wielen, er zit schijfremmen op. Je hebt een keuze van materialen die enorm groot zijn. Maar ja, goed, elke verandering hangt een prijskaartje aan. En dat hangt maar dit is dus echt een wedstrijd. Dit is een topbike. Ja. Wat kost dat ongeveer? Ja, je moet tussen de 5.000 en 6.000 euro moet je wel rekenen. Ja. En dit? 1.500. Ja. Ja. Heb je nog één vraag, Steven? Jij bent natuurlijk een kanjer geweest. Dat ben je nog steeds. Ik ben wel meer een voetballer. Ik zou wel graag het verschil willen zien, zeg maar, als wij nu een rondje hier pakken. Ja. Wat het verschil zou zijn. Hebben we een startpunt hebben nodig? Nou, dat lijkt me dit een aardige startpunt. Pakken we hier zo rondom. Klaar voor start, af. Voilà. Mijn eerste overwinning! Yes! Geweldig! Ik ging snel. Ik heb hem niet weer gezien. Het is ook een stukje techniek, hè? Mijn eerste overwinning! Oh, ja, echt top. En van grote Steven Roos gewonnen. Steven, wat gebeurde er? Ik gleed weg, jongen. Ja. Dat kan gebeuren. Snoppenbanden zijn glad. Kijk, mountainbike is zo dat het... dat alle zeg maar, obstakels die je tegenkomt... En met gras, met de bladeren, met de takken, dat zie je niet altijd. Dus op het moment dat je dan in de bochten zit en je zit net in de gat, poep. Hey Steven, ontzettend bedankt. Geen probleem. Een leuke middag en succes. Zal lukken, dankjewel.